maatschappelijk verantwoord en maatschappelijk gokondernemen. Dat er ook nog niet helemaal duidelijk is voor iedereen wat het onderscheid is. We hebben het er concreet over gehad, ook met Stichting Balans, hoe maatschappelijk gokondernemer via dit netwerk wat bekender kan worden, wat je kunt doen en om dat bekend te maken. En we hebben het ook gehad over dat MVO eigenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is, maar dat op de een of andere manier niet er nog heel weinig concrete ideeën verzameld worden en dat het misschien een idee is om dat te linken aan de Soester netwerk website. Dat is eigenlijk wat er voornamelijk uit is gekomen voor nu.